als je naar Eindhoven kijkt, naar de regio Eindhoven moet ik eigenlijk zeggen, dan zie je dat we een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt in de afgelopen 15 jaar. Iedereen herinnert zich misschien nog wel dat de DAF-fabrieken failliet gingen. Dat bij Philips Centurion doorgevoerd werd, hebben we in onze regio 36.000 arbeidsplaatsen in 2 jaar tijd verloren. Wat we in de afgelopen jaren gehad hebben is een enorme erkenning. De slimste regio van de wereld, de meest inventieve regio van de wereld, door onze enorme patentdichtheid. En het gaat allemaal over wat we al waren of gedaan hadden. En deze erkenning die we nu gehad hebben, waar hier de uitdrukking van is, het is Eindhoven Nederlands winnaar, is een indicatie van een zeer gerenommeerd instituut die vertelt dat wij echt naar de toekomst toe een van de meest belangrijke regio's in Europa zijn. Is eigenlijk een bevestiging dat we met de regio Brainport, maar ook met Brabant, al heel erg lang aan het werken zijn aan een hele sterke economie. Gebaseerd op innovatie, gebaseerd op samenwerking tussen multinationals en heel veel talentvolle MKB-bedrijven. En dat we de komende jaren moeten proberen alle krachten te gebruiken om deze prijs door te ontwikkelen, zodat Brabant een blijvende sterke regio is in Europa, met heel veel werkgelegenheid, waar heel veel ruimte is voor heel veel talent. De jury, dat is wel een best een ingewikkeld proces dat ze gehad hebben. Het is een grote staf die ze hebben bij de Financial Times. Er zitten tientallen mensen permanent te bestuderen wat er in de wereld gebeurt. Op 100 criteria. En daar scoren wij eigenlijk bijna over de hele breedte heel erg goed. En dat betekent dat men zelfs gezegd heeft, voor West-Europa zijn wij nummer 1. Dus boven Berlijn, boven Wenen, boven Parijs en boven Brussel, boven Amsterdam. Nee, dat is toch wel heel bijzonder als je dat hier mag ophalen. Er ligt een heel mooi economisch programma, maar ik heb al tegen de burgemeester van Eindhoven gezegd, die een prachtig award binnengehaald heeft, dat we het momentum van deze 2 awards die we echt samen verdiend hebben, ook moeten gebruiken om heel veel pensioenmaatschappijen in Nederland en ook veel investeerders te stimuleren om naar Brabant te komen. Kijk, er is veel kennis bij ons aanwezig. Hè? Ik zei net iets over dat we de hoogste patentdichtheid in de wereld hebben. Maar geld maken met die kennis, dat gebeurt op andere plekken misschien nog wel beter dan bij ons. En dat heeft te maken met het feit dat we nog altijd moeilijke investeerders kunnen vinden. Nou, zo'n ranking als dit betekent dat de hele wereld nu naar ons kijkt van, wow, daar gebeurt het. In Brabant en in Eindhoven, daar zou je moeten kijken waar je kansen liggen. Want daar is ook het meeste perspectief om de winst mee te maken met het investeerde geld. En voor ons is het zo dat het enorm veel werkgelegenheid nieuwe bedrijven met zich mee gaat brengen. En in de slipstream daarvan, we ook met die bedrijven nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken, waar onze burgers ook weer van profiteren. Ik weet dat cynici snel roepen van er worden zoveel awards uitgedeeld, maar er is maar 1 Financial Times op de wereld. En als die zegt dat we de beste middelgrote regio van West-Europa zijn en de nummer 2 van Europa, dan mogen we er best trots op zijn.